moet ik zeggen, prettige afhandeling gehad op Sanderij. En de mensen die zijn dus ondergebracht in de voor hen bestemde overheidsquarantaineruimtes. Iedereen is ondergebracht en ik denk dat we dus op dit moment al de mensen tevreden hebben. Natuurlijk heb je elke dag wel het ene ander dat je tegenkomt, maar het wordt dus heel goed en heel snel opgelost. Op dezelfde dag, bijna op hetzelfde moment, hebben wij dus ook een vlucht gehad, een regionale vlucht uit Cuba en Curaçao. En daar hebben we dus in totaal 28 mensen gehad, die dus naar Suriname zijn teruggekomen. Gistermiddag of gistermorgen hebben wij een repatriatievaart gehad uit Frans-Guyana. Daar hebben wij 15 personen gehad die dus terug zijn gekeerd naar Suriname. En ik moet zeggen dat we dus morgen verwachten wij een repatriatievaart uit Guyana. En daar zullen wij ongeveer 28 mensen terugkrijgen, 28 landgenoten terugkrijgen in Suriname. Op dezelfde dag, dus morgen, maar in de avonduren, krijgen wij een 52-tal een vliegtuig uit Miami met een 52-tal Pax aan boord, waarvan 12 mensen zijn personeelsleden van Newmont en 40 zijn Surinaamse repats die terugkomen uit Miami, tenminste via Miami, terug naar Suriname. Op zondag aanstaande verwachten wij een KLM-vlucht en wij verwachten op die vlucht te hebben 320 passagiers die dus in Suriname, naar Suriname terug zullen komen. Dat is ongeveer de repatriatie die wij deze week hebben afgewerkt en die wij nog vroeg komende week moeten afwerken. De stand van zaken op dit moment in de repatsruimte, de ruimtes met betrekking tot de quarantaine, de quarantaineruimtes. In zijn totaliteit, als het goed is, als u op de website kijkt, ziet u 509 mensen die dus in quarantaine zitten. En daarvan, van deze 509, moet ik u zeggen, hebben wij een heleboel van deze mensen die zijn ook illegaal aanwezig in Suriname. Dus het cijfer dat u daar ziet, is niet uitsluitend cijfer van repats. We hadden gehoopt dat dat zo kon zijn, maar een heel groot gedeelte, meer dan 100 mensen, die zijn dus mensen die illegaal in Suriname zijn. En ik wil daarover toch wel iets zeggen. Omdat het erop lijkt, en de vorige keer is er hierover al gesproken, ik weet dat directeur Feira er ook over gesproken heeft, dat mensen het gevoel hebben dat ze in Suriname kunnen komen om hier een beetje lekker vakantie te voeren. En je komt naar Suriname illegaal, je wordt opgepakt en dan word je in een mooie quarantaineruimte gezet en je wordt gevoed. Je baby wordt gevoed, je kinderen worden gevoed. We hebben gevallen gehad waarbij de moeder naar Suriname is gekomen, illegaal, is opgepakt. En op dit moment zijn wij bezig iets te regelen, omdat ze haar kinderen heeft opgesloten in Frans-Guyana, in een huis. En het gaat om een jongen van 10 jaar. Twee jongens, een van 10, een van 7 en een baby van 7 maanden. En die zijn dus achtergelaten door mama in Frans-Guyana. En zij is dus hier. Voor haar pech hebben we erop gehaald. Hebben we erop gepakt. Er zijn nog een aantal die worden opgespoord op dit moment en die we gaan nemen. Maar u begrijpt, en ik herhaal de ding elke keer. Allerlees met de gezan, die uno kango sodoro. Dus er is een spreekwoord in Surinaams. Ik zal het niet zeggen, want ik vind het een beetje sterk in het Surinaams, maar in het Nederlands, als je gaat zitten op een hete oven, moet je verwachten dat je bil gaat branden. Ja, vertaal het maar naar het Surinaams, dan weet je wat ik bedoel. Maar eigenlijk is het een Surinaams spreekwoord. In Suriname, een Suranaans spreekwoord. Dus, we hebben ook een aantal andere lijnen ontdekt. En het lijkt alsof de mensen beginnen vernuftig beginnen te worden. En dat is onder andere dat men SK-boten niet meer gebruikt alleen maar om vis te vangen. SK-boten zijn die houten bootjes, maar de SK-boten die worden veelal nu gebruikt om mensen te transporteren. En de mensen die komen uit Guyana,
En ik ga de dingen gewoon zeggen, ik denk dat het goed is. We hebben prostituees die aan boord gaan van de SK-boten. En dan worden ze, dat wordt nu hun werkplaats. Ze nemen een mooie matras mee, het gaat onder het zeil. Hun ding wordt gedaan en dan komen ze terug naar Suriname wanneer ze klaar zijn en wanneer ze hun geld hebben verdiend. Dus dat is de volgende kwestie. Natuurlijk, we kennen allemaal de grote toename van bevestigde gevallen in Guyana. En u begrijpt zelf wel dat Guyana een heel grote risicoland is voor ons. Dus we houden er heel, heel ernstig rekening mee. We zien een ander vorm dus die zich nu manifesteert. En dat is dus dat in Belem, een beetje oneerbiedig gezegd, is de groei van het aantal besmette personen zo verschrikkelijk groot dat men het bijna niet meer aan kan. En wat we dus nu zien is dat er bijna een exodus plaatsvindt uit Belem. En onder andere komen de mensen naar Suriname. En ze komen in eerste aanleg met schoeners. En dan worden ze voor onze kust worden ze overgezet in SK-boten. De schoeners die komen namelijk gewoon naar binnen. En de SK-boten die brengen de mensen naar bepaalde landingsplaatsen. En dan komen dus, zo vinden de mensen hun weg naar Suriname. We hebben een aantal opgepakt, reeds. We kijken het aan. En u zal begrijpen dat we deze situatie niet al te lang meer kunnen blijven volhouden. Omdat we vaak de vinger op de wonde plek zullen zetten. En natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid bij de diverse hier geaccrediteerde posten zullen met hun kunnen zullen communiceren. Dat we zullen kijken hoe we gezamenlijk dit fenomeen zullen kunnen stoppen. Ik wilde dit per se ook wel even doorgeven vandaag, omdat het kost de staat Suriname verschrikkelijk veel geld. En het is niet te zuinig veel geld. En dit geld zouden wij liever kunnen stoppen, beter kunnen stoppen, beter kunnen gebruiken in alle zaken die wij op dit moment doen met betrekking tot Surinamers. In plaats van dat wij dus illegalen, buitenlanders die hier zo komen, een lekkere vakantie geven. En ik denk dus, zoals ik het al eerder zei, dat we dus daar op een andere wijze mee zullen omgaan. En ik hoop dat we in elk geval ook in staat zullen zijn om dit te voorkomen. Dat was het verhaal. Het is geen leuk verhaal geweest. Maar dat is, ik denk dat de samenleving wel op de hoogte moet worden gesteld hiervan. En ik denk dat het goed is als de samenleving natuurlijk met ons meeleeft. Om dus te helpen uitkijken naar dit soort mensen die naar Suriname komen. Eigenlijk op de Bonnefoy en denken hier gratis vakantie te kunnen hebben. Dank u wel. Dank u wel, kolonel Jerry Slijngaard. We hebben ook de minister van Onderwijs in ons midden. En we gaan nu het woord aan haar geven. Dankjewel. Goedemiddag, kijkers, luisteraars. Ik hoop dat de leerkrachten en ook alle studenten ook meekijken en meeluisteren. Er zijn heel veel vragen over onderwijs geweest. We hebben die vragen ook gehad, maar we wilden alles goed voor u inventariseren, zodat u updated informatie krijgt, maar dat u ook een beeld kan vormen, dat u zich een beeld kan vormen dat het niet zo 1, 2, 3 is als wat we vanuit de media gesuggereerd krijgen om dat allemaal uit te voeren. Er zijn heel veel vragen over examen, over het schooljaar en over binnenland. Als ik de vragen een beetje cluster. Vanaf de COVID-19-pandemie is aangekondigd. Eigenlijk in Suriname hebben we op 16 maart de scholen vervroegd doen sluiten in verband met de paasvakantie. En dat gaat om, en ik wil even kijken of u de aantallen kan zien, om hoeveel scholen het gaat landelijk. Niet deze, het aantal scholen. 574 scholen zijn gesloten. Nee, nog steeds niet. Ja, de glo-scholen ziet u. En u ziet ook het aantal leerlingen. Het
gaat om 87.461 aantal leerkrachten, alleen maar op basisniveau. De VOJ, inclusief het beroepsonderwijs en VOS. Totaal gaat het om 143.393 leerlingen, studenten. Wat hebben we gedaan sinds de scholen zijn gesloten? Het is niet dat we rustig hebben gezeten. We hebben in eerste instantie al direct op 17 maart een aantal teams samengesteld om zich te buigen over het afstandsonderwijs. Omdat we toen al zagen dat er een goed alternatief moest komen om ervoor te zorgen dat niet alleen het schooljaar verloren zou zijn, maar dat we er ook voor moesten zorgen dat we een kwalitatieve goede invulling konden geven aan het onderwijs. Dat plan is er. En u ziet hier even de onderdelen van het plan. Er zijn dus een aantal teams. Sowieso het team dat het crisisplan heeft samengesteld. En dan ziet u het team content. Team content onder leiding van de directeur, Mr. Benanon. Waar de verschillende afdelingen, en CO staat voor curriculumontwikkeling en inspectie, die dan bezig zijn met de lesinhouden per onderwijsniveau. Maar we hebben daaraan toegevoegd ook een team dat zich bezighoudt, nogmaals praat over afstandsonderwijs, met de leerkrachten. Omdat uit de survey die we gehouden hebben, gebleken is dat heel veel leerkrachten een aantal basishandelingen met betrekking tot e-learning nog niet onder de knie hebben. Dus we hebben geïnventariseerd welke leerkrachten kunnen daar wel mee omgaan, met welke programma's werken ze en welke informatie hebt u nog meer nodig, zodat u dat afstandsonderwijs, zodat dat nu gepland is, zal kunnen uitvoeren. De derde doelgroep, met betrekking tot inhoud, waren de ouders zelf. Omdat wanneer bijvoorbeeld een school het programma Zoom gebruikt, dan moet de leerling in staat zijn om in te loggen met zijn eigen code, nummer, zodat de leerkracht de kinderen kan bereiken. En ik mag zeggen, ik ben heel trots op de leerlingen die dat programma uitvoeren, want die kunnen het heel snel. Maar als wij vragen aan de ouders of begeleiders om de kinderen te ondersteunen en te stimuleren, dan moeten die ouders dus ook daarvan op de hoogte zijn. Hetzelfde geldt voor WhatsApp en andere applicaties die we gebruikt hebben om de verschillende doelgroepen te bereiken. En dan ziet u teamuitvoering. En teamuitvoering heeft al helemaal te maken met wat gaan we uitzenden, wat is nodig om die programma's in elkaar te zetten. En we hebben heel veel tijd moeten stoppen in het bereik. U heeft er misschien als media geen idee van hoe ingewikkeld Suriname is. Want waar kan je de mensen die in de verdere districten zitten bereiken en op welke manier. En dat moesten we allemaal eerst goed uitzoeken. He, er zijn dorpen in Zuid-Suriname, in Sipaliwini, waar er niet eens een tv-ontvangst is. Bijvoorbeeld dat soort zaken. En dan met welke applicatie gaan we ze bereiken? Ook dat hebben we dus helemaal uitgezocht. En dan ziet u daar in rood team 4, platform. Platform, dat zijn de mensen, de leerkrachten, de onderwijsgevenden, maar ook gepensioneerden. Eigenlijk soms zelfs enthousiaste ouders die op eigen initiatief zijn begonnen om
lesmateriaal zodanig te verfilmen of aan te bieden, zodat het aanschouwelijk was voor de leerlingen. Dat juichen we toe. Dat is echt een heel mooi initiatief van de verschillende mensen. En ik mag zeggen, de trekker van dat team, die had binnen één week, toen wij die oproep deden, meer dan 1500 filmpjes en video's aangeboden gekregen. Als ministerie gaan wij ervan uit dat alles kwalitatief in orde moet zijn. Dus we bekijken dan de kwaliteit van het inhoudelijke wat aangeboden wordt. En we kijken natuurlijk ook wel naar de uniformiteit. Natuurlijk mag de leerkracht op verschillende manieren iets uitleggen, maar het mag voor de leerling natuurlijk nooit verwarrend of op meerdere manieren te interpreteren zijn. Dus het team Platform die bekijkt alles wat aangeboden wordt aan het ministerie, om daar dan de selectie te maken van oké, dit kunnen we goed gebruiken. Want wat we moeten beseffen, is afstandsonderwijs gaat gewoon blijven. En we zijn daar eigenlijk heel blij om, omdat we sowieso al zitten met een niet voldoende capaciteit wat scholen betreft, en zeker niet de landelijke spreiding daarvan. Dus we zijn heel blij dat we ook op een andere manier leerlingen kunnen bereiken met onderwijs. Naast bezig zijn met het plan, hebben we dus ook aan de schoolleiders, directeuren en leerkrachten van alle scholen en niveaus, hebben we instructies gegeven om zoveel mogelijk de kinderen digitaal de leerstof aan te bieden of middels lespakketten, oefenmateriaal, oefenopdrachten aan te bieden. En dat de leerkrachten dan via WhatsApp de ouders of de oudere kinderen de berichtjes daarover hebben gestuurd. Een hele belangrijke opdracht voor curriculumontwikkeling en de inspectie was ook direct het lesmateriaal aanpassen, upgraden aan de eisen van de 21ste eeuw. Als ik kijk naar de jongere mediamensen, dan zal het u niet ontgaan zijn dat heel veel lesstof nog steeds uit het verleden stamt. En verder ook heel erg gericht is, in elk geval op de Nederlandse onderwijswetgeving en de onderwijsinhouden. Maar wij zijn als lid van de CARICOM en ook in het kader van COSOT, zijn we heel erg bezig met wat is nodig voor onze regio. Guyana bijvoorbeeld heeft alle leerstof van groep 1, dus kleuter A, tot en met eind VOJ, inclusief technisch onderwijs, al gedigitaliseerd. We hebben het zo toegestuurd gekregen van UNICEF. En wij zitten echt nog steeds met niet alleen de oudere boeken, maar ook met zaken die echt allang achterhaald zijn. Dus deze situatie biedt Suriname de geweldige kans om ook de leerstof te evalueren en kwalitatief te verbeteren. En daar zijn we dus ook heel erg hard mee bezig. En u zult zien, we zijn op 16 april dan begonnen met via tv uit te zenden de lessen van B-streaming. En ik wil het hier nog een keer zeggen. B-E staat voor Basic Education. En stream, in de regio praten we over STEM. STEM, Science, Technology, Engineering en Math. En Suriname heeft eraan toegevoegd Reading, dat is die R, en Arts. Omdat wij geloven in de talenten van de Surinaamse mens. En we willen ook middels zeker de creatieve uitingen, willen we ruimte bieden in het onderwijsproces om dat te stimuleren.
Ondertussen, we zijn begonnen dus met de televisieuitzendingen en ik wil me hierbij direct ook verontschuldigen voor de korte onderbrekingen. Dat was bij ons een beetje een communicatiestoornis, maar vanmiddag is het weer opgevuld. Nogmaals, ik raad iedereen en zeker de leerkrachten aan om zoveel mogelijk de televisieuitzendingen te volgen en ook heel kritisch te volgen, omdat wat we nu uitzenden is een iets andere manier van methodiek aanbieden en laten zien dan wat de leerkracht normaal op school doet. Ik heb nu ook gevraagd dat er directe verwijzing is naar wat er in de schoolboekjes staat. En voor mij part dat het voorgelezen wordt, zodat inderdaad het publiek ook een indruk krijgt wat de kinderen op school aangeboden krijgen. Hoe, ja, toch wel abstract of niet makkelijk begrijpbaar dat is als je dat alleen maar auditief krijgt, als je het alleen maar moet horen. Dus door middel van de tv-producties, en we zijn hard bezig met die opname, zien de kinderen ook een aantal zaken. Bijvoorbeeld, hoe werkt je hart? Nou, er staat een heel mooi theoretisch lesje in het boek, maar in het kader van streamonderwijs wordt dat gewoon middels petflessen en kleurtje en rietjes, wordt dat getoond, waardoor het bij de kinderen toch wel duidelijker blijft hangen. U ziet hier ook de mindmap. En de mindmap die heeft ermee te maken met eigenlijk alles waar we rekening mee moeten houden als we praten over afstandsonderwijs. En dan wil ik even naar de rechterkant gaan en dan ziet u de verschillende niveaus waar we allemaal rekening mee moeten houden. En vooral voor ons is de uitdaging als we het hebben over speciaal onderwijs en het technisch onderwijs. Want ja, technisch onderwijs heeft een deel theorie, maar het grootste deel is praktijk. Gelet op de criteria van volksgezondheid kunnen we dus een aantal praktische zaken niet uitvoeren. Dus daar zijn nog de uitdagingen. Hieronder ziet u de communicatiekanalen die we allemaal gebruiken. Er zijn lesbrieven, maar vooral via de mobieltjes en de webs. Kunnen we een heleboel, de tv is voor ons erg belangrijk, maar we willen ook de kinderen rechtstreeks bereiken. En de leerkrachten. We hebben gelukkig een aantal jaren, het is nu de derde cohort die is afgestudeerd op het Instituut Opleiding Leraren van ICT in Education. Die mensen hebben een bachelor, dus die worden nu echt allemaal opgeroepen om ingezet te worden om eigenlijk deze hele grote uitdaging van het online onderwijs mee te helpen uitvoeren. Dan, ja, ik moet nog zeggen dat de tv-lessen moet u zien als complementair. Het is een aanvulling op wat er op school zou moeten gebeuren. Dus de kinderen blijven met hun lesboeken naar het lesje kijken. Maar door de tv-uitzending krijgen ze een ander beeld. Op zaterdag 9 mei heeft de president in het kader van de versoepeling van de COVID-maatregelen aangekondigd dat per 1 juni de examenklassen op alle niveaus weer zouden moeten opstarten. Ik zeg het een beetje voorzichtig. Maar hier hebt u het plaatje. Dit is alleen GLO en dan gaat het om op 10 leerlingen na om 11.000 leerlingen landelijk opstarten. En dan moet u meenemen, nogmaals, het examenwerk was al voorbereid. Maar we hebben, nogmaals, 16 maart gesloten, een deel van de leerlingen, of die heeft niet eens de stof van het tweede kwartaal afgerond.
We zouden dus nu het derde kwartaal moeten afronden, voordat je de kinderen in het examen zou kunnen laten afnemen. Dus een aantal loopt al achter. En als we dan kijken, dan zijn het weer steeds dezelfde districten waar die kinderen het nog veel moeilijker hebben. Ik kom straks, ga ik uitgebreider in op de situatie in het binnenland. Maar u moet begrijpen, dit is basisonderwijs. Als ik ook even de andere slides van de examenklasse ook nog even kan laten zien. U ziet hier VOJ. Dan gaat het ook weer om 11.289 leerlingen. En VOS is ietsje minder en die zijn vooral dan in Paramaribo. Heb je die ook nog? Oké, die is, ik hoop dat je het zo vindt. Maar de uitdaging voor ons als ministerie ligt erin, hoe gaan we dat uitvoeren? Dus de staf van het ministerie die is nu bezig om alle protocollen uit te werken, zodat in overleg met volksgezondheid de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Maar tegelijkertijd moet wij als minister ook afstemmen, omdat de crèches nog niet open zijn en het transport ook nog niet geregeld is. Hoe gaan de kinderen, en dan denk ik weer nogmaals aan de kinderen bijvoorbeeld in Bokopondo of in Sipaliwini, die per boot of per bus naar school komen. Dus ook voor die groepen moeten er hele specifieke protocollen uitgewerkt worden. En waar wij dus mee zitten, het gaat dus echt om deze districten waar we heel erg hard mee bezig zijn. Hoe kunnen we dit rekening houden met het voorkomen van community spreading, rekening houden met het gesloten zijn van de grenzen, rekening houden met de culturele en de familie band die er is tussen de mensen in de verschillende dorpen en het nog steeds niet begrijpen van het gevaar van de community spreading. Daar zijn we dus nu mee bezig. Dus met alle begrip voor al uw vragen, en ik heb met een aantal groepen vanuit het binnenland ook contact gehad en ik werd ervan beschuldigd om het binnenland heel stiefmoederlijk te behandelen. Het heeft niets te maken met stiefmoederlijk. Ik heb ze gezegd, eigenlijk zijn de studenten van deze districten juist mijn prinsen en prinsessen, want zij krijgen alle extra aandacht die ze moeten krijgen om nou inderdaad door deze situatie gebruik te maken om een inhaalslag te maken met het onderwijs in het binnenland, zodat die kinderen kwalitatief ook beter onderwijs aangeboden kunnen krijgen, maar dan wel op een andere manier. De uitdagingen die we hebben in het binnenland, die hebben daar vooral mee te maken, zoals nu, ja, het was vakantie, dus een deel van de leerkrachten die is naar Paramaribo gekomen. Die zitten nog, ook een deel van de leerlingen. Die zijn niet op locatie, die zijn niet op hun plek. Een aantal van de leerlingen die wel op locatie zijn, die hebben geen boeken, hebben geen schoolmateriaal. Ook dat hebben we nu in kaart gebracht. En hierbij roep ik ook direct alle leerlingen die examen moeten doen en die nog niet in Paramaribo zijn, of de plek waar ze examen moeten doen. Ik roep ze op om
En het zal dan ook in overleg moeten zijn met overste Veyraf kolonel Slijngaard. Want nogmaals, als je zit in het Tapanahoni-gebied, ik weet niet eens of je naar Paramaribo kan komen. Dus dat moeten we dus ook nog allemaal gaan bekijken. Er is ook nog een hele groep leerlingen die zowel in het westen als in het oosten, die niet in Suriname les volgen, maar of in Frans-Guyana, of wel in het betwist gebied, Cayman Islands, maar dan wel onderwijs in het Engels volgen. En ook die kinderen zijn op Surinaams grondgebied en we moeten ook die kinderen bereiken. Nogmaals, ik leg dit uit zodat u begrijpt, wanneer u vragen stelt over onderwijs in het binnenland, dat ik u niet kan zeggen ABC, want het hangt er helemaal vanaf of ik nou praat over Moitaki of over Godolo. Of, hè. Realiseert u, het district Koroni heeft minder inwoners dan een van onze grote dorpen. Dus ik vraag begrip voor die geweldige organisatie die wij als ministerie moeten ondernemen om al die kinderen daar ook te bereiken op de juiste manier en dan met kwalitatief goed onderwijs. Er is sprake van gebrekkige of niet gegarandeerde water- en elektriciteitsvoorziening. Er is sprake van samengestelde klassen, maar we weten dus ook nog niet op welke niveaus. Maar het fijne van deze uitdaging is, we nemen nu, we zijn zoveel mogelijk aan het digitaliseren van de lesinhouden. We nemen die zaken die minder begrepen worden door de leerlingen, ik kan ze noemen breuken, digitale klok of moeilijkere onderwerpen, die nemen we op de film, video's. Die kunnen per stick gestuurd worden naar het gebied. En we zijn nu bezig een aantal enthousiaste leerkrachten die de lokale talen praten. En dan denk ik vooral aan Trio, Saramakaans, Aukans, maar ook aan Frans. Hè, om die kinderen die toelichting te geven aan de hand van datgene wat is opgenomen. En u hebt hier gezien, ik heb maandag in ontvangst genomen die 1000 tablets. Nogmaals, zijn alleen maar voor de leerlingen van die 3 districten. Want het is een project, het was een project dat al voor COVID gepland was. Om die kinderen die aanvullende informatie te geven. Examens, afronding van dit schooljaar. Behalve dat wij als ministerie bezig zijn, zijn we eigenlijk al vanaf midden maart regionaal en online bezig met internationale organisaties. We hebben een aantal webinars gehad, variërend van IDB, UNICEF, UNESCO, maar voor ons een van de belangrijkste, dat is in het kader van de CARICOM, de COSAT meeting, ministerieel overleg van wat doen jullie? Alle landen in onze regio hebben de scholen gesloten, nog steeds. En wanneer we dus praten met de examens die ik zie, dan wordt er dus aangegeven van Oké, wij gaan het schooljaar op deze manier afronden. Nogmaals, neemt u mee, ons schooljaar loopt niet synchroon met de regio. De regio zou nu al final examen hebben, omdat ze dan in juni diploma-uitreiking hebben. De voorstellen die zijn gekomen, want we moesten op een gegeven moment stemmen, zijn van een aantal landen hebben gezegd, oké, dan zullen de examens zijn in de periode juli tot november. En een andere groep heeft gezegd, nee, wij stellen het nog verder uit
in de periode november tot begin 2021. Er zijn ook landen die hebben gezegd helemaal geen examen en we stromen door. En waar de kinderen dus toch nog wel hiaten vertonen, daar gaan we invullen. Voor onze situatie in Suriname, nogmaals, als we zeggen we willen gewoon het normale examen afnemen, dat betekent het dat we het schooljaar zullen moeten verlengen. En ik weet dan niet wanneer de uitslag zou moeten zijn en dan de nieuwe inschrijving. Dat betekent dat alles nog verder gaat opschuiven. Voor kinderen die naar het buitenland vertrekken, de bursalen, zal dat heel veel consequenties hebben. We kunnen ook zeggen, we gaan nu van deze gelegenheid gebruik maken om te synchroniseren. En we sluiten het schooljaar eerder af, maar we beginnen dan ook eerder, half augustus, net als de regio. En we gaan de stof die nu gegeven zou moeten worden in het derde kwartaal, een beetje verdelen over het nieuwe jaar. Het zijn opties, we zijn er nog niet uit en ik deel het met u, zodat die discussie ook gevoerd kan worden. Want elk jaar hebben we dat we vrijstelling moeten geven voor sporters die mee moeten doen aan iets. Of nogmaals bij bursalen, die verliezen elke keer een jaar. Omdat wanneer ze naar het buitenland gaan, dan wil Rusland of China of Cuba, die wil die examensdingen in juni hebben. Want dat is wat in de regio geldt. Dus dat is eigenlijk een kans waarover we ons moeten buigen. En ik vraag u als mediawerker om mee te denken over deze optie. We moeten dus kijken. Nogmaals, we hebben nog geen beslissing genomen. En ik denk dat de president daar zich ook over mee moet buigen van wat gaan we doen. Voor de lagere klassen hebben we wel al gezegd, zoveel mogelijk de leerlingen laten doorstromen. En daar waar er een hiaat is, waar een bepaald onderdeel minder goed is overgekomen, aanvullende lespakketten. Ja, ik denk dat dit de belangrijkste informatie is die ik met u wil delen. Nogmaals, COVID geeft ons ook een aantal mogelijkheden. En ik denk met uw hulp en iedereen die luistert en ook alle leerkrachten, dat we moeten kijken hoe kunnen we vanuit alles wat we aangeboden krijgen, toch nog eens de beste keuzes maken. We doen het niet alleen. We zijn heel goed in overleg. Eigenlijk 2 keer per week minstens internationaal. UNESCO biedt bijvoorbeeld aan van, je kan Moodle gebruiken. Wij zorgen voor die basisvoorwaarden en gov.sr ondersteunt dat. Dat betekent voor het ministerie minder kosten. Je hoeft geen licenties en dat soort dingen te betalen. Alles wordt landelijk verzameld. Geweldige opportunities. En zo moet u eigenlijk deze situatie ook kunnen bekijken van wat kunnen we nu meteen samen doen en wat kunnen we beter doen. Zodat elk kind, waar het dan ook is, het beste aangeboden krijgt. Dank u. Dank u wel, minister Lilian Ferrier van Onderwijs. We gaan dan naar de leden van de pers. Als zij vragen hebben, dan is dan nu het moment dat zij de vragen mogen stellen aan het COVID-19 management team en ook aan de minister van Onderwijs.
Minister, u heeft aangegeven dat jullie nog bekijken om het schooljaar te verlengen of te synchroniseren. Hoeveel tijd hebben jullie nodig als ministerie om dat te doen? En vanuit enkele leerkrachten is gevraagd, ze hebben gezegd, vorig jaar zijn er 3 onderwijstrainingen gegeven. Differentie, ICT en vakkenintegratie. En dat was van september tot en met december. Ze vragen als dit misschien in deze tussentijd weer verzorgd zou kunnen worden, dat leerkrachten bij kunnen blijven met deze tools. Hoe staat het met eigenlijk de leerlingen daar die geen internetverbinding hebben, die geen laptops hebben, tablets, ouders vragen als ze misschien de gelegenheid kunnen krijgen om via een lening zo een device aan te schaffen? Kan dat misschien bekeken worden? En u heeft alleen gesproken over de mensen van de leerlingen van VOJ, VUO en GLO. Hoe staat het met eigenlijk het VOS-niveau? Studenten vragen van, ze weten niet als ze naar het buitenland nog kunnen gaan, als ze zijn geslaagd zijn of niet. Is dat al meegenomen? NATIN, IMIAO, de scholen als de opvoedkundige scholen, hoe staat het daarmee? En de bezorgdheid is ook geuit vanuit ouders, dat de filmpjes die op tv komen wel misschien educatief zijn, maar het heeft weinig betrekking op het derde kwartaal. Op basis waarvan is eigenlijk gekozen om zulke filmpjes te doen, om die informatie te geven. Dat is het voor nu. Dank u wel, meneer Blankendaal. Is er nog iemand van de pers die vragen heeft? Niemand? Dan zijn er ook nog 3 vragen binnengekomen, minister, ten aanzien van onderwijs. Er is een groep leerkrachten die het ministerie niet heeft kunnen bereiken tijdens de lockdownperiode, waardoor hun leerlingen geen enkele vorm van afstandsonderwijs hebben gehad. Heeft het ministerie deze leerkrachten al in beeld gebracht en welke maatregelen worden tegen hun getroffen? De tweede vraag is, er zijn groepen leerlingen die geen afstandsonderwijs hebben gehad tijdens de lockdown, omdat ze niet beschikten over de nodige voorzieningen, zoals een tv of een telefoon met internet, om hieraan deel te nemen. Wat zou het ministerie voor deze groep kunnen doen? Gaan de eindexamens van IMEO, die normaliter in mei zijn, nog door of worden die verschoven naar een later tijdstip? Dat waren dus de vragen vanuit de pers en dan gaan we de minister gelijk in de gelegenheid stellen om antwoord te geven op de vragen. Als eerste vraag het verlengen van het schooljaar of het synchroniseren. En ik heb het, nogmaals, ik heb het hier genoemd, omdat, kijk, het ministerie kan zeggen van we gaan dit doen, maar je moet ook draagvlak hebben. Er is een voordiscussie geweest, een brainstormdiscussie, onder andere met de bonden. Dat was op 6 april. En toen had men gesuggereerd, ja, we verlengen tot eind augustus. Maar zwart op wit en is het hard? Dat weet ik nog niet. Dus die discussie moet verder gevoerd worden. En dit van het synchroniseren, dat is er nu bijgekomen, omdat, nogmaals, we zitten echt elk jaar en al decennia met dit probleem. Dus ja, laten we dat nou eens één keer goed bespreken. En nogmaals, daarom doe ik een beroep op u als mediawerker van, wat is de publieke opinie? Wat stellen mensen voor? Kunnen we dat doen? Of zeggen we dat, de periode, als we zeggen we verlengen, dan zou betekenen dat de diploma-uitreiking ergens midden september zou moeten zijn. En dan wil je het schooljaar weer beginnen per 1 oktober. Dat is niet zo 1, 2, 3 te doen. De leerlingen, ik wil hierop aansluiten, de leerlingen die naar het buitenland moeten. Het is niet zo'n grote groep. Het is tot nu toe een groep die onder de 100 is, wat we hebben geïnventariseerd. Maar ook in het buitenland zijn de examens niet doorgegaan. En ook in de regio. Ik bedoel, ik heb studenten die op Aruba of Curaçao zitten. En de vooraanmelding in Europa, die is al geweest eigenlijk in februari.
Dus die leerlingen weten al precies of ze wel of niet toegelaten zijn. De toelating in het buitenland is niet meer, allang niet meer, alleen op basis van cijfers. Want cijfers meten kennis en uit je hoofd leren. Maar de toelating tegenwoordig aan hoger opleidingsinstituut heeft veel meer te maken met sociale, emotionele skills die je hebt om inderdaad innovatief en te kunnen plannen en probleemoplossend bezig te zijn. Dus elke universiteit of hogeschool die vraagt nog een andere toetsing. Ja, je moet iets indienen op basis van waar je wordt toegelaten. Er zijn een heleboel universiteiten die al groepen begeleiders klaar hebben, en dat is echt op master- en PhD-niveau, om die studenten die geen diploma kunnen overleggen, maar wel kunnen aantonen dat ze middelbaar onderwijs hebben doorlopen, en die ook al toegelaten zijn tot die opleiding, om die groep te begeleiden en te toetsen van oké, dit onderdeel heb je nog nodig voor je studie, dus we gaan daaraan werken. Dus voor studenten die naar het buitenland willen gaan, hoeven er eigenlijk niet zoveel problemen te zijn. De groep inderdaad, leerlingen die niet bereikt zijn. Nou, dat is dan de groep, en ik heb net gesproken over de tablets die we van Huawei krijgen. Ik mag hier zeggen, er zijn onder andere Digicel heeft ook nog een klein aantal tablets aangeboden. En die tablets willen we reserveren voor die kinderen die dus niet in deze districten zijn, maar bijvoorbeeld ook in de stad, die we niet bereikt hebben. Maar we zijn dat nog steeds aan het inventariseren, omdat nogmaals ook een heleboel leerkrachten niet op hun plek zijn. Dus waar zijn die kinderen? Wie zijn ze? Welk niveau? Welke stof? Dat moeten we allemaal echt nog even uitzoeken. Maar het is wel een groep die de bijzondere aandacht zal krijgen. En dat niet alleen voor nu tijdens COVID, maar blijvend. Nogmaals, de groep, en u ziet dat elk jaar bij de examenuitslagen, dan ziet u dat bepaalde districten het minder goed doen. Dat heeft onze aandacht absoluut gehad en daar willen we dus vooral in gaan investeren. Bezorgdheid over het derde kwartaal, die deel ik met u. Maar ik wil ook direct zeggen, en als we onze Surinaamse geschiedenis kennen, wat is er in 1973 gebeurd toen er 4 maanden geen school was? Die kinderen zijn gewoon doorgestroomd. De leerkrachten, de docenten waren zo inventief om de stof die niet behandeld was, maar die wel heel erg noodzakelijk was, te verdelen in het jaar daarop en het aan te bieden. En dus, het is geen ramp, het is geen verloren schooljaar. Kinderen, eigenlijk mensen, leren altijd. Die baby leert vanaf de zwangerschap, leert de baby al. Dus verloren schooljaar, nee. En we moeten niet meer leren denken in schooljaar. We moeten leren denken in continue ontwikkeling, blijvend learning, blijvend leren, long life learning. Dat is wat we propageren als ministerie. En daar moeten we op wat inzetten. Het is voor elke leerkracht ook een uitdaging om nu te gaan werken. Nu inderdaad, met afstandsonderwijs. Ik leer ook elke dag. Daarom zijn die webinars zo belangrijk. Dat we kunnen zien, morgen hebben we een webinar van de OAS. Hoe doe je dat, afstandsonderwijs? We krijgen technische hulp aangeboden. Worldwide. De leerkrachten kunnen meedoen. Dus zie het als een uitdaging. En misschien ook voor u als mediamensen, zie het als een uitdaging om meer te gaan doen en het anders te doen. Kwalitatief beter, zodat het onderwijs, die achterstand die we hebben kwalitatief, inderdaad nu direct ingelopen kan worden. En dat we op een ander niveau, 21ste eeuw, bezig kunnen zijn. Ik dacht dat het was. Nee, de onderwijstrainingen. Die zijn inderdaad afgelopen jaar gegeven. Dat is een project wat onder leiding van Synasu in samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel. Het is in het kader van BIJP. En dat zijn inderdaad 3 trainingen. ICT, differentiatie en integratie. Omdat
ook onze nieuwe onderwijsmethodiek daarop gebaseerd is. En daar gaan we ook mee door. Maar het probleem is dat nu de groep, we hebben ongeveer 1500 leerkrachten al getraind, maar nu was de groep meer van die districten, Sipaliwini, Borkoponde aan de beurt. En ja, die kunnen we dus nu niet bereiken. Als ze in de stad zijn, zouden we dat kunnen opvangen. Maar ook die informatie hebben we nog niet compleet binnen. Dus ook hierbij roep ik dan de leerkrachten op, die eigenlijk hun standplaats in een van de districten hebben, om zich aan te melden van, hey, we zijn nu nog in de stad, kunnen we nu dan die training volgen? Dat zou inderdaad een goede gelegenheid zijn om die groep te bereiken. Dank u wel. Dank u wel, minister Lilian Ferrier van Onderwijs. We stellen de media wederom in de gelegenheid om vragen te stellen als die er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Wilfried STVS. Ik heb een paar vragen binnengekregen. Hoe staat het met de HBO en universitaire opleidingen? Verder ook een vraag van een bezorgde ouder of een aantal bezorgde ouders. De scholen zijn nu gesloten en op veel scholen hebben ze opgemerkt dat de hygiënische situatie niet zo 100% is, om het zo uit te drukken. Zal in deze periode, waarin de scholen gesloten zijn, dat ook worden opgepakt? En verder, er zijn een aantal leerkrachten die via social media actief zijn. Hoe kijkt u naar deze initiatieven? En zijn er ook vanuit het ministerie ook ideeën die deze leerkrachten eventueel zouden kunnen meenemen? Dank u wel. Meneer Blankendaal, gaat uw gang. Minister, heeft u met alle onderwijsvakbonden gesproken om de ideeën die op tafel zijn of hetgeen wat er zich afspeelt, om dat te bespreken met ze? En ik zie de directeur van BOG, mevrouw Bromet. Ik las gisteren een artikel dat dat de PAHO zich zorgen maakt over een tweede epidemie en het gaat om dengue. Heeft BOG al eigenlijk maatregelen of heeft BOG al gecheckt van hoe het staat met betrekking tot Suriname en dengue? En een andere vraag, misschien richting het managementteam. Ik heb gemerkt in het buitenland zien we bijvoorbeeld op de Antillen dat de regering praat over inleveren van salarissen. Zijn zulke zaken ook besproken tijdens die meetings dat bijvoorbeeld de regering zegt oké, we gaan zo'n deel inleveren? Dat is het. Dank u wel, meneer Blankendaal. Gaat u gang. Ik heb nog een vraag. U heeft aangegeven dat de zwakkere leerlingen een aanvullend pakket zouden krijgen, zodat ze dus toch kunnen doorstromen. Zou u dat even kunnen vertellen? Want de leerkracht laat vragen. Er zijn kinderen die zowel het eerste en het tweede kwartaal slecht hebben gewerkt. Hoe staat het met die leerlingen? Dank u wel. En de leden van de pers die hebben geen vragen meer, dus geven wij wederom het woord aan de minister van Onderwijs om antwoord te geven op de gestelde vragen. Ja, met betrekking tot HBO, universiteit, die opleidingen, eigenlijk zijn die gewoon doorgegaan. Omdat de meeste al digitaal werkten. Dus die hebben eigenlijk helemaal geen achterstand. De academische lerarenopleiding, de pre-bachelor bijvoorbeeld, die doet nu gewoon examen. Dus die hebben gewoon hun programma zoveel mogelijk afgewerkt. Ten aanzien van de universiteit, de praktische vakken, omdat je daar wel dan zat met de afstand. Daar is een beetje vertraging in gekomen, maar dat bekijken ze nu ook, hoe ze dat zoveel mogelijk kunnen oppakken. Dus de hogere opleidingen, nogmaals, omdat we daar het probleem van digitaal te werk gaan niet zo hadden, nog met de docenten, nog met de leerlingen. Dus daar is dus wel een stuk continuïteit in geweest. Social media ideeën, ja, dat weten we, die volgen we ook. Maar dat is juist de bedoeling van het platform. Omdat we wel hebben gezien, er zijn prima voorstellen, maar er zijn ook
zaken daar gepresenteerd waarvan je zegt van, een kind van die leeftijd die gaat eigenlijk door de manier van presentatie misschien juist nog meer in de war. Dus wij vragen zoveel mogelijk dat als men materiaal heeft, dat het aangeboden wordt aan ons digitaal platform, zodat we kunnen screenen, zodat we tips kunnen geven, ook aan die mensen. Nogmaals, we zijn heel blij. Het zijn echt mensen die heel erg innovatief bezig zijn en heel leuk die les kunnen presenteren. Maar we willen heel graag de puntjes op de i en de uniformiteit en nogmaals vooral de kwaliteit zo goed mogelijk hebben. Dus als men ideeën heeft en men wil, biedt het aan en dat, zodat dat team dat daarmee bezig is, daar een uitspraak over kan doen. En ik denk dat dan iedereen ermee geholpen is. De bezorgde ouders, ik deel uw bezorgdheid. Ik deel eigenlijk continu, als ik kijk naar de criteria van volksgezondheid, want dat is ons vertrekpunt. We praten over anderhalf, we hebben het al gemaakt tot 2 meter, just to be sure, want je hebt met kinderen te maken. Maar vooral inderdaad de hygiëne. En dat betekent voor ons, we kunnen niet meer de situatie hebben dat de schoolmaatster na school op school komt. Vandaar dat we bezig zijn met die protocollen. We zullen onze schoonmaakploegen moeten uitbreiden. Ook trouwens de leerkrachten, want de klas die wordt nu opgesplitst. Ik heb scholen waar er een klassen zijn van 40 leerlingen in een klas. Dus die moet ik gaan verdelen over 4 klassen. Maar dat betekent wel dat ik 4 keer zoveel leerkrachten nodig moet hebben. Dus die planning, daar zijn we dus echt heel hard mee bezig. Maar inderdaad, wat de hygiëne betreft, de watersituatie, handen, zeep. UNICEF heeft aangeboden. We krijgen daar ook fondsen voor. Dus om dat allemaal heel goed in place te hebben, daar werken we echt hard aan. Onze technische dienst die heeft echt een heel druk programma. Maar, ik moet ook direct zeggen, we moeten dan ook voor zorgen dat de middelen daar op tijd zijn. Want een heleboel aannemers die al bezig waren, die 80% van hun werkzaamheden al hadden afgerond. Ja, door wat er nu speelt in de bouwwereld, die vragen dan om meer geld. Dus al die aanpassingen, daar moeten we dus ook nog voor hebben we voor onze rekening. En nogmaals, ik vraag daar echt een beetje begrip voor, want het is niet, we kunnen niet toveren. Die zwakke leerlingen, er zijn inderdaad leerlingen die slecht hebben gewerkt, ook eerste en tweede kwartaal. Maar we moeten eigenlijk dan, we hebben een afdeling begeleiding, hoe komt dat? Heel veel, en zeker als het gaat om leerlingen op de basisscholen, een aantal vakken wordt toch wel te subjectief geïnterpreteerd. Dus wat is zwak? Welke onderdelen gaat het? We doen een heel erg groot beroep op inspectie van hoe kijk je daarnaar nou? Want als 25 van de 40 leerlingen slecht hebben gewerkt, en ik overdrijf echt niet, hè, zeker als het gaat om rekenen, ligt het dan aan die leerlingen of ligt het ergens anders aan? En we nemen ook deze situatie om al dit soort zaken goed te evalueren van, en vandaar dat we ook zeggen van, wat kan anders? Wat kan je anders uitleggen? Waarom hebben kinderen zoveel problemen met de digitale klok? Is het wel afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind? Of is het juist verwarrend? Want sommigen bieden dan de andere klok en de digitale klok tegelijk aan. En eigenlijk zeg je als ouder ernaar kijkt of als volwassene van, je komt zelf in de war. Dus nogmaals, voor ons een kans om heel grondig te evalueren. En als het niet aan de leerlingen ligt, de kwaliteitsverbetering ook door te voeren, door trainingen bij de leerkrachten, samenwerken met inspectie, ideeën uitwisselen, regionaal, maar in elk geval voor de kinderen. En nogmaals, ik ben echt heel blij met zowel met de tablets als met de televisie, om die kinderen, en ook met lespakketten, om ze dan bij te werken.
De vakbonden, wij hebben sinds vorig jaar hebben wij een nationale dialoog gehad als ministerie. En daarna hebben maandelijks, er zijn minstens 9 onderwijsbonden, vakbonden, waar wij maandelijks vergaderd hebben en overlegd met uitzondering van de vakantie. Op 6 april heeft de directeur met een aantal vakbonden gesproken en dat was eigenlijk een brainstorm sessie. Daar moet nu een follow-up aan worden gegeven. Maar dat heeft dus nu de directeur, omdat het veel meer op de inhoud betrekking had, heeft de directeur dat gesprek gevoerd. En ik denk dat zij dus de follow-up moet gaan voeren met de bonden die aan hebben gegeven van oké, we zijn bereid de vakantie te verlengen en te verschuiven. Maar het is geen convenant, het is niet getekend, dus ik ben een beetje voorzichtig, zodat we niet de leerkrachten krijgen en zeggen van ja, maar we hadden eigenlijk half augustus hadden we al vakantie willen hebben. Dus dat soort zaken, daar vraagt echt, er moet draagvlak zijn, die discussie moet gevoerd worden, voordat we daar definitieve beslissing over kunnen nemen. En nogmaals, u kan als mediawerker daar alleen maar bij helpen. En ons voeden met uw feedback. Dank u. Dank u wel, minister Verrier. Er is ook een vraag gekomen voor de directeur van BUG, mevrouw Bromet. En zij zal dus antwoord daarop geven. Goedemiddag. Dank voor de vraag over dengue, want inderdaad raken de andere ziekten ondersneeuwd doordat COVID de ster is. We hebben in januari vanuit het BOG alarm geslagen, omdat we toen in de eerste 2 weken reeds een piek hadden aan dengue positief bevestigde gevallen. In de nasleep daarvan hebben we dus de alarmfase afgekondigd en zijn we de verschillende buurten gaan bespuiten. Waarbij we hadden geconstateerd, middels de bevestigde gevallen, waarvan je dus ook de adressen kon natrekken. Wij houden een surveillance bij, dus wij hebben de adressen. En daarvan had je dus clusters en zo zijn we dus gaan uitzetten om de bespuitingen te doen. Zo hebben we Paramaribo bespoten. We zijn toen in het noorden begonnen, in Blauwgrond. We hebben Wanica bespoten, een groot deel, en ook Kommerwijnen. In de tweede week van april zijn we heel voorzichtig overgegaan van alarm naar alertfase. We zijn nog steeds bezig elke week cijfers te verzamelen door belrondes naar polyklinieken in de kustvlakte. We hebben ook de aanmeldingen van de ziekenhuizen en van de verschillende lab. Dat zij dus de positieve gevallen aan ons aanmelden en die houden we ook bij. Die waren aan het dalen. Zeker in Paramaribo hadden we 7 bevestigde gevallen per week. Maar dat wil niet zeggen dat we niet alert zijn. Dus we zijn gewoon nog weer heel erg alert, alertfase. We hebben bij de PAHO een technische aanvraag gedaan voor assistentie in training van resistentie voor die bespuitingen. Want kijk, je kan blijven bespuiten, maar als de muskieten steeds terugkomen, en dat kunnen wij ook vaststellen door onze afdeling entomologie, die dus ovitraps neerzet in de buurten waar we reeds hebben bespoten. En zo kan je zien welke muskieten er gevangen worden. En als het dus toeneemt, dat je dus daar ook weer een ander plan van aanpak over moet gaan uitzetten. Vanmorgen heb ik gesproken met BOG Nikeri. Nikeri heeft een eigen BOG-kantoor. En vandaar kwamen voorzichtig wat meldingen van positief bevestigde gevallen. Dus daarop gaan we dus nu deze week nog beleid op maken. Maar vooralsnog in Paramaribo, niet alleen je handen wassen zou ik zeggen, maar hou ook je omgeving schoon. De regens zijn gestart. Alle waterhoudende zaken om en in uw huis. Alsjeblieft ledigen, wegdoen, opruimen. Misschien kunnen we ook weer gaan kijken naar een opruimingsactie. Samen met het ministerie van OE. En vroeger, tenminste als ik kijk naar de cijfers en als ik luister naar de epidemiologen van het BOG, was het bijna zeker dat het december, januari, februari, dat je de pieken had van dengue. Maar zoals alles verandert in de wereld en de regens net zijn begonnen, zijn we dus ook wel gewoon alert. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord. Dank u wel, mevrouw Bromet, directeur van
BOG. We geven dan het woord aan overste Feira. Er was een vraag gesteld naar het managementteam toe. En als daarop antwoord is gegeven, zal zij dan ook gelijk de afsluiting doen van deze persconferentie. Ik ben Mati Blankendal, je lacht zo schuit aan mij. Wel, dit is mijn detail in Asra Nang Tongo Tour. We hopen dat ik mij hoor en stangen eten. Wel, een vraag die ze nou een vaak interessant vraag. De minister in Sranang ook toe denken voor pot van pisif de salaris ook toe voor a COVID en noodfonds. Of even de denken dat als de boom nou van alle de problemen die ze voor op moro minder salaris. Minusap if alles masabi. Maar de salaris voor de minister, zeker voor lange leek vier jaar aan het veranderen. En laatste lees je die ding lantimang, chiswang TWK, of een verandering in de salaris. De minister noben tek prati in de boeng disi. Dus zo so de lantimang, maar de tra lantimang leek de minister, no chisa boeng disi. Dus dan gaat dat in mijn kantaki, de minister, eigenlijk, if we look and boom, de tang, let drapen, peden kong, die de ben kong, en zeker 5 jaar terug. Maar minister is don jazo, misabi taki, if smabo shisa minister verdien, en if we look and nanga avroko sa de moes do, da, ano de tap schema. Maar wat zullen we ervan zeggen? Alas ma finitaki en hij verdient genoeg. Is het niet zo? Maar laten we dit ervan zeggen, mensen. Usabitak wat noodfonds de. We luku a granlanti takikba. Tak o suku viepi alas ma sande in noodu nanga a COVID-19 disi. Mino hopu tak unkoin inwa situasi tak wans ma nono de insranang. Moes pot wan pisi fu en salaris fu a probleem disi. Usabi tak sranama lop yep makandra. En usab tak we yep makandra no ook tuk ba na nga a COVID-19. Meg mi aks alas ma ook tu no forgiti tak un ap ala de rechlein disi wasun anu. Hora lespeki tang fara we fu makandra. No gwa strati if you no ap next fu du na strati. Usab taki. Om verleng opo a partiele lockdown. No, I begin if you run it, meet committee, if you run them manting. If you no up next for doen a strati, no go. Un horus refi boom. En uwaka nanga gado. En uwaka nanga leti. En da alasan sa waka boom nanga uno. We zien elkaar dan weer terug met Gods wil aanstaande vrijdag. Untambung. Dank u wel, overste Danielle Feira. En met de woorden van overste, dan sluiten we deze live persconferentie ook af. En nodigen wij u uit om vrijdag 4:00 weer te kijken en te luisteren naar informatie als het gaat om COVID-19, het coronavirus. Goedemiddag.